Ik stond natuurlijk niet gelijk te springen, want ik had toevallig ook net Feyenoord die wedstrijd zien kijken, bekeken. Dus ik zag me nou niet daar trainer van worden, eerlijkheidshalve. En je weet hoe Leo is, dan probeert hij toch door te gaan. Want dan ben ik maar even door gaan kijken wat allemaal eventueel mogelijk was in het elftal. Nou, dat zei Leo ook, er zijn mogelijkheden om het elftal te versterken. Je mag je staf meenemen en dat was voor mij ook heel erg belangrijk, dat ik mensen bij me had die ik kon vertrouwen, die ik ken, die kwaliteit hebben. Daarnaast ook nog al bij Sparta gewerkt hebben. Fred, daar heb ik een half jaar mee gewerkt bij Nederlands Elftal. Een echte professional. Belangrijk dat hij ook Sparta kent. Hij weet nu ook hoe ik werk. En nogmaals, het wordt in een hele korte periode moeten we heel veel doen. Ja, daar is hij uitermate geschikt voor. Hetzelfde geldt voor Cor. Hij zei, als we nog een keer de kans hebben om samen naar Sparta te gaan, dan moeten we dat zeker doen. En die is dagelijks ook met die club betrokken. En ik ken Cor natuurlijk al heel lang. Dus ook dat was voor mij belangrijk, dat die erbij zou zijn. Dus qua staf ben ik tevreden. Ja, ik ga geen spel spelen. Ik ben heel erg geschrokken. Omdat er zat niks meer in het elftal. Het elftal was dood. En daar moet wel wat in gebeuren. Dat weet het bestuur ook. We gaan gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn en wie wil komen. We hebben een aantal posities in gedachten en dat gaan we bekijken met z'n allen. Het heeft zo weinig zin om nu over namen. We moeten eerst kijken wie wil. Want niet iedereen wil. Al is het weer wel. Voor veel spelers zou het een uitdaging zijn die niet spelen, die bij ons wel aan spelen toekomen. Dus ik denk dat het voor veel spelers wel een uitdaging is om naar Sparta te komen. Nou, we willen toch wel een aantal spelers halen. Dus dat is eigenlijk het grote probleem. Hoe snel krijg je die spelers erbij? Anders ben je continu aan het bouwen. Dus we moeten wel proberen zo snel mogelijk die namen te inventariseren om te kijken of ze kunnen komen. Nou, daar gaan we vandaag aan beginnen. Dat zei de voorzitter ook vanochtend. Sparta, ondanks dat ze onderaan staan, heeft nog steeds een prachtige naam in Nederland. Misschien nog wel in Europa. Dat kan ook niet iedereen zeggen. En ik heb hier 16 maanden gespeeld met ontzettend veel plezier. En die warmte is wel blijven hangen bij mij. En dat heeft ook meegespeeld dat ik dit besluit heb genomen om toch terug te komen. Realistisch is vooral de eerste 4 wedstrijden die straks komen. Die zijn bepalend wat er voor de rest van het seizoen gaat gebeuren. Maar 1 ding is het belangrijkste, op wat voor manier dan ook, hoe we het ook doen, we moeten erin blijven. En dat gaat ook gebeuren.